very big one. Very, very big one. And in the condition which she died, Alita is a center point of the family. That is, everyone in the family, I mean, really satisfied with her. She's a kind of a person, I mean, it's incredible. We cannot really, I mean, accept that she's gone. Ja, ik vind het erg moeilijk. En vooral nu dat je hier dan bent met iedereen rondomheen. Ik vind het, ja, ik word er wel verdrietig van nu weer. Ze gaat straks na de herdenkingsdienst hier in de kist naar Schiphol. Op transport naar Liberia, waar ze begraven gaat worden. Jullie hebben er heel veel werk voor gedaan om de familie mee te krijgen. Om de financiën daar ook voor rond te krijgen. En ook de begrafenis in Liberia. Hoe staat het daarmee? Het gaat momenteel wel goed. De financiën zijn eigenlijk bijna rond. Nog niet helemaal. Maar met het geld wat ik nu heb opgehaald, kunnen ze nog meer in Liberia doen voor de begrafenis. Yes, after the ceremony, tomorrow she will be flying to the airport for Liberia, where the last ceremony will be done, the burial and everything. Important right now is giving our sister a decent burial.